jongens, we zijn Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag vinden we een nieuwe episode van GTA Online Adventures. En ik ben even een andere lobby gejoind, want ik had net een lobby en daar wou hij niks opslaan. Dus hopelijk is dat hier wel het geval. En dan ben ik enorm benieuwd of mijn auto die ik net heb opgehaald, of hij nou wel in mijn garage staat of niet. Want hij sloeg het dus niet op. Dus dat is een beetje balen. En ik zag net twee bounties, dus ik wil eigenlijk zo snel mogelijk die twee bounties proberen te killen. En yes, mijn auto staat er weer. Dat was die gele die had ik even opgehaald. Dus ik vind het raar dat stond zo van, nee, hij slaat niet op. En hij heeft het toch opgeslagen, dus ja, mooi. In ieder geval, dit is mijn nieuwe Lambo trouwens. Ik had die nog niet laten zien volgens mij. Of ja, de kleur. Nou, is hij rood. Ik vind hem best wel badass. Maar in ieder geval, een nieuwe episode van Online Adventures. En het eerste wat ik altijd wil gaan proberen te doen, is bounties killen. Gewoon om even snel wat geld te verdienen. Dus wat gaan we vandaag doen? Ja, bounties hunten natuurlijk. Dus eerst even proberen als het nog lukt. Want ik zie dat er volgens mij al eentje kei kapot is. Ah, die kerel die rijdt, dat is gunstig. Gaan we even proberen te verdienen. En als we dat gedaan hebben, dan ga ik eventjes iets anders laten zien aan jullie. En dat is op zich ook wel grappig, dus maar eerst even dit. Dus blijf mooi tot het einde hangen. Dat is altijd, doe ik expres, hè, zodat jullie blijven kijken. Of jullie skippen gewoon het einde en zeggen, fuck jou. Dat kan ook. Oh crap, holy fuck! Jezus, nou. Beetje jammer dit. Hij was net nieuw. Ah, fuck. Deze auto vind ik helemaal niet zo fijn rijden. En er ziet er gewoon badass uit. Want die gele Lamborghini die je net zag, die in fairness, dat ding daar rijdt echt gewoon zo fijn. Dat is echt abnormaal. En die kerel is net alweer weggereden. Dus ik moet niet echt naar die stip toe rijden die ik net heb neergezet, want die klopt niet helemaal meer. Maar ergens in die richting, dus dat komt allemaal wel goed. De snelweg moet niet op, denk ik. Nee, anders moest ik hier rechts op. Oh crap, nee, ik zit hem niet op te letten. Ik zit op de minimap te kijken. Soms is dat zo irritant. Dan is het ook best wel donker en dan zit je helemaal niet echt op te letten. Hebben we nog iets, waarmee ik kan... Oké, stickies, dat is gunstig. Dan nemen we deze afslag, want je hoeft nooit precies die route te rijden. Sommige mensen rijden echt precies die route die zij uitstippelen. En ja, waarom zouden we dat doen? Dat heeft toch geen zin. Tenzij je ook gewoon echt een stilstaand object hebt waar je naartoe wil natuurlijk, of een plaats, dan kan dat. En hij rijdt echt precies daar waar ik die stip neer had gezet. Dat is wel echt typisch. Wauw. Als ik daar net gewoon heen was gereden, had ik hem nog gewoon afgesneden. En waar, ik ben benieuwd wat voor auto hij heeft, man. Hij is niet zo heel snel, volgens mij. Oh, hij heeft de politie uit gegaan. Dan hoop ik dat ik hem kan helpen, verlossen. Ik ben zijn verlosser. Ik help hem, of ik verlos hem van het kwade. En dat zijn eigenlijk de politieagenten. Oh shit. Wat voor auto heb je? Een maat! Niet zo snel, man! Man! Hij heeft echt zo'n Bugatti. Waarom weet ik niet? Dat idee heb ik gewoon. Want hij is echt snel. Want deze auto is echt niet de langzaamste. En oei. Best donker onder in die. Onder die bruggen. Wauw, hij moet wel een Bugatti hebben. Ik loop niet eens bij hem in. Nog niet bijna. Op zich wel badass. Ik hoop niet dat hij daar ook dingen gooit. En nee. Die... Oh shit. Hij heeft een Bugatti. Zie je dat? Juist. Hij zit vast. Yes! Yes! Haha! Gotcha! Boom! 9000 bounty. Dat was hem ook al waard. En wat is dat deel op die minimap? Dan zie ik weer iemand hier. Als een dolle... Ik weet niet, oh, dat zijn politieagenten gewoon. Ik kan niet zeggen dat ik die ooit op de minimap heb gezien zo. In ieder geval die bounty hebben. We hebben nou zoveel, ja, oké, okay, dan moet ik ook op de bank zetten. Dat snap ik, dat is vrij logisch. 9000 op zak is niet echt nodig. Ook al kan het wel handig zijn. Ik ben benieuwd of daar iemand de bounty op mij zet. Zou best wel kunnen. Ik zou dat wel doen. Oh, what the fuck. Zeg dat. Alles verdween. In ieder geval, als we nou eigenlijk die paint spray inrijden. Hé, hey, weer een nieuwe bounty, juist. Als we nou die paint spray in zouden rijden, dan... en we spuiten een andere kleur. Dan zijn we volgens mij die agent weer kwijt. Waarom ik hierheen rijd, dat weet ik ook niet. Zie die skills, man. Ho! Hoe heet het ook weer? Freerunnen, maar ik zoek eigenlijk een ander woord daarvoor. In plaats van freerunnen. Maar in ieder geval, fuck it. We zijn trouwens bij de level 75. Hoppakee. Als we deze bounty killen. En we krijgen wat politieauto's aan. En ik ben level 75, hoop ik. Dan gaan we snel voor andere wapens. Of in ieder geval onze wapenschout maken. En waarom alles dan net vriezen, dat weet ik ook niet. Ik heb het idee dat hij alles nog moet laden. Holy fuck! Ik rijd eronder door. Oké, ik weet niet waar hij van plan is. Terwijl heel verdacht, hij zit helemaal stil. Oh shit. Ik wou... Oh, ik wou hem eigenlijk niet af laten gaan. Nee, pak mijn Uzi. Dit is vet. Gewoon zo'n drive-by, weet je wel. Oh, oh shit. Rank up. Ik kreeg... Nee, ik kreeg 1000, maar. Oh shit. Iemand moet me killen. We zijn volgens mij level... Ja, 75. Zuiver. We gaan ook even gauw wapens kopen. Ik weet niet hoe duur dat is. Maar iemand moet mij niet. Iemand komt achter me aan. Oh crap. Kom maar, jongen. Nee? Is goed, jongen. Ha! Volgens mij ben ik het hoogste level hier of zo. Nee, 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 ik ben niet het hoogste level. Ik zie hem van level 83, 104. Holy fuck. IGN, hij zit in de IGN crew.
zich wel lachen, maar ja, we hebben er aan IGN. Kijk toch allemaal niet, ik heb helemaal niks aan. En er zit iemand in die volgens mij in mijn ding zit of zo, in mijn vriendenlijst. Oh nee, in mijn crew. Kas Baas. Kas, je bent een baas. En dan zeg ik niet vanwege je naam, maar je bent gewoon een baas. Omdat je in mijn crew zit. Heel veel mensen willen mijn crew joinen. En het probleem is, er zit een limiet op van 300 mensen in je crew. Dus jij kunt niet meer als 300. En ik had al gelijk in de eerste week of zo, had ik al gelijk 300 mensen in mijn crew zitten. Dus helaas kan ik gewoon niet meer mensen adden. En dat vind ik enorm jammer, maar ik kan daar ook niks aan doen. Dus sorry daarvoor. En hopelijk dat het ooit gepatcht wordt. Want je hebt van die crews zoals IGN. En die kunnen volgens mij gewoon 1000 members of zo. Dus het kan wel, maar niet bij gewone crews van gewone mensen, zeg maar. En hier, saving fail, dat vind ik niet zo grappig. Ik hoop dat het toch wel gesaved heeft, want hier stond net ook bij van saving failed in mijn vorige lobby. En toen ik deze joinde, was het toch opgeslagen op een of andere wonderlijke wijze. Dus ik hoop echt dat hij erop slaat, anders voel ik me echt genaaid. We gaan even geld op de bank zetten. Even je ogen dicht doen, jongens, want ik moet zo meteen mijn pincode intypen. Money and services, we gaan naar de Maze Bank. Daar zijn we laatst ook geweest. Of, nee, dat was geen Maze. Deposit. Oké, yep, 10.000 erop. Yes! Zo, nou, daar hebben we ook op de bank staan. Dat is altijd handiger, anders heb je de kans dat mensen daar allemaal gaan nakken. En we pakken dit ding, dat is gewoon... Ik vind het zo'n baasauto. En iedereen die denkt, wat is dat ding op de achterkant? Dat is voor wheelies. En je kunt geen wheelie doen, dus dat je op je achterwielen rijdt, dat kan niet. Maar daar is dat rekje eigenlijk voor, dus dat is op zich wel een vet detail. Maar je hebt er geen flikker aan. Maar als jij bijvoorbeeld hier duidelijk die brug afrijdt, of brug, wat zeg ik nou weer... Deze weg naar beneden toe. Fuck it. In ieder geval, als je naar beneden rijdt, dan zie je dat hij door de muur. Of door de muur. God, ik zeg allerlei dingen door elkaar. Door de weg heen komt. Het is nog niet eens zo laat. Zie je? Het is nog helemaal niet zo laat. En ik heb al gewoon weer een spraakgebrek. Het is gewoon triest. Maar we gaan even kijken hoe duur gouden camo is. Ik ben benieuwd. Ik zou mijn god niet weten. We zien het van ergens. En ik moest jullie trouwens nog eens laten zien zometeen. Maar ik ga even eerst die gouden. Ik heb hem voor mijn wapens kopen. We zijn er bijna. Als je op de minimap kijkt. Ik zit te vaak op de minimap te kijken. En dan rijd ik overal tegenaan. Ja, we moeten hier rechtsaf. Lukt dat? Mooie bazenbocht. Zie die bochten werken. Oh shit, laat maar. Die bochten werken. Dat klinkt ook half Nederlands, half iets anders. Nee, maar niet uit. We zijn er bijna. Ik ga kei vaak uit naar deze. Oh shit, naar deze shop. Ik weet niet waarom. Volgens mij is deze niet echt het meest dichtbij of zo. Maar hier komt nooit iemand, dus hier is de kans het klein dat iemand gewoon bij die deur staat te wachten. Nou, hallo. Hoe is het met jou? Maar is goed jongen. We hebben allemaal in de aanbieding voor vandaag. Ik wil een leuke camo op mijn AK, weet je wat? Ik haal eventjes mijn suppressor eraf. Is hij er nou af? Equip removed. Oké, okay, mooi. Camo. Holy fuck. 10.000, nou ja, boeien. 10.000. We hebben net 10.000 verdiend. Dus eigenlijk moeten we nou gewoon iedere episode, als we 10.000 verdienen, gaan we wapen goud maken. Maar ik kan zo lang niet wachten. Dus we maken ze gewoon goud. En we halen dit er ook af. Silencers die zorgen ervoor dat je minder range hebt. Dat is de reden waarom ik het eraf haal. En leuke ammo erop. Ook weer gold. Ziet er zo baas uit. Heb ik een silencer hierop? Overal heb ik silencers op zitten, omdat ik alles gekocht heb destijds ooit. Hier niet, omdat ik toen al verstand begon te krijgen van hey, misschien is een silencer helemaal niet zo goed. En dat klopt. Klopt. En waarom platen? Dit lijkt helemaal niet op platen. Het lijkt gewoon op een lelijke kleur grijs. Maar niet eens zilver, ook niet. Gouden sniper, dat is ook baas. Jezus, volgens mij kost dit super veel geld. Ik ben al bijna op mijn geld, hé man. Nog één ding. Oh wacht, we hebben nog een gouden Uzi nodig, hè? Zo. En halen we ook die suppressor eraf. Allemaal niet nodig, die crap. Ik kon nog één ding goud eigenlijk. En dat is dit ding. Wauw, die kost me echt te veel geld, jongens. Wij moeten echt de volgende keer veel bounties genieten. Oh, juist. Nieuwe bounty. Er staat... Jongens, ogen dicht. Carporn. What the fuck? Maat. Wacht eens eventjes. Ah, die kerel met die bounty is geliefd. Zullen we eens eventjes op zijn gezicht timmeren, hey. De volgende keer nog een keer je wagen op mijn auto zetten. Nee, ik wil mijn auto... Jezus Christus! Dit is echt verkracht, kijk dan! Nou. Wacht, we hebben onze auto's, onze wapens niet eens bekeken. En die kerel met die bounty was volgens mij wel geliefd, dacht ik. Maar ik zet hem hier eventjes netjes aan de kanten. Mooi, hoppakee, in een vak.
Ik zet hem er net precies in. Ja, ik vind dat nog een vak. Ik zet hem niet mooi in. Eventjes mijn wapenshow, hè. Dat hoort er wel bij. Zie dit, jongen. Fucking baas. Dat is ook veel mooier. Geen silencer erop. Ziet er wel iets professioneler uit, vind ik. Ja, ik vind dat even mooi. Ik vind het mooi. Nou, gewoon een gouden Uzi. Had ook een gouden sniper, hè. En, nee, geen, die hadden we nog niet. Die gaan we nog wel een keertje doen, maar daar moeten we gewoon voor sparen. Daar hebben we ook nog iets om voor te sparen. Ik had een light machine gun, maar waar de fuck staan die dingen? Die staan hier niet bij ofzo. Oh, die staat hier bij. Nog steeds een apart iets. Ja, ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Weet je wel, pak die AK, dat hoort. Een gouden AK, dat is echt... Als ik veel geld zou hebben, hè, dan zou ik gewoon in het echt gewoon een gouden AK kopen. Ik weet zeker dat die niet eens in Nederland te verkrijgen is of zo. Of dat je hem in Nederland kan laten sturen of zo, of naar Nederland. Maar maakt niet uit, dat zou ik echt doen. Ik zou sowieso gewoon een gouden AK kopen, die zou ik in de muur hangen als decoratie. Zo fucking baas. En aangezien die keer met die bounty weg is, laat ik jullie even iets anders zien, want dat wou ik jullie toch al zien, dus... Voor het geval dat ik vergeet. En die shit met die saving field, die blijft maar in beeld staan. Dat vind ik niet zo heel leuk. Hé, hey, nieuwe bounty. Weet je wat, bounties gaan eerst. Altijd eerst de bounties, dan de rest. Yep. Ik ben benieuwd hoeveel die bounty was. Oh, crap. Oh, ah! Oh, 1000. Ah, claim. Nou, leuk. We gaan weer terug. Jezus, we blijven op wanneer rijden. En serieus, jongen. 44.000. Weet je hoe weinig geld ik nou heb? Dat is echt niet normaal. Nog maar 4 wapens kan ik goud maken. Maar ik ga dat niet doen. Want als ik mijn auto ooit kwijtraak of zo, weet je wel. Dan kost dat geld. Of ik maak iemand anders zijn auto kapot of zo. Dan kost dat geld. En dan ben ik daar broke. En ik weet niet of dat heel handig is. Ik denk het niet. In ieder geval gaan we even terug naar mijn garage. En dan ga ik jullie zo meteen iets laten zien. En oh, ik heb nog drinken, dat is gunstig. Ik moet er echt een keertje bijhouden lang ik aan het filmen ben. Of filmen, dat klinkt alsof ik aan het vloggen ben. Ja, aan het recorden ben. Want de laatste paar keer best lange video's. En dat is in principe geen groot probleem. Maar voor mij wel, want dan heb ik 1000 minuten uploadtijd of zo. Ik pak een BMX. Want dat gaan we doen. Use bike. Dat was een wielrenfiets volgens mij. Het is niet echt een wielren, volgens mij triathlon of zo. Dat je ook door het zand in kan en zo. Verder is de BMX en die andere was een mountainbike. Maar we moeten een BMX, want we gaan jullie iets. We laten jullie gewoon badass fiets skills zien of zo. Freestyle. Dat zocht ik net. Dat woord zocht ik van strak. Toen ik het had over dat. Fuck it. Toen met die auto om over dingen heen sprongen. Shit. Toen bedoelde ik eigenlijk freestyle. Nou ja. Ik moet eventjes ergens naartoe. Misschien dat jullie het weten. Waarschijnlijk zijn er altijd mensen bij die het weten. Maar ik denk niet dat heel veel mensen het weten. Het is een glitch. Dus misschien dat je nou denkt. Ja, ken ik. Boeien. Nou, jammer dan. Jammer dan. Oké. En nou is de vraag. Waar de fuck is dat eigenlijk? Ik weet het zelf niet eens. Oh mijn god, dit is wel heel slecht. Als ik zelf niet eens weet, dan moet je volgens mij de andere kant op. Zo, ik wil dat die shit... Ah, nee. Politie achter me aan op mijn fietsje. Misschien moet ik dat een keertje proberen. Een politieachtervolging. Maar ik vind het irritant dat die shit altijd in beeld staat. Van die 7 film. Dan ga ik echt gewoon niet weg. Oh shit. Oh shit, het is gewoon een... Nee, een ontsnapping met mijn fiets. Oh, nee. Alsjeblieft zeg dat ik hier ergens uit kan. Zie die skills, man. Ik ontsnap daar gewoon aan de politie met een fietsje. Zie dit. Maar ben ik al ergens wat ik moet zijn. I guess. Zo lang geleden dat ik ooit geweest ben. Ook één keertje ooit. Dus, oh, volgens mij is het hier. Volgens mij wel. Volgens mij ben ik er bijna. We zijn er bijna. Ja, het is hier. Oh. Dat was niet de bedoeling. Dat hekje moest heel blijven. Hoe moet je bunny opdoen? Ik weet het niet eens, man. Dat is best wel erg. Oh, 100 RP. Fucking awesome. Hoe doen we dat? Nee, dat is verkeerde knop. Dat is ook niet de bedoeling. Dat is afstappen. Hoe doe je bunny op? Ja, en nou? Hoe doe je dat? Ook niet. Hoe doe je dat? Jezus, het is zo irritant als je niet weet hoe het werkt. Fuck. Hoe doe ik... Hoe kan ik springen met de fiets? Als jullie het weten, ik weet het niet. Nah. In ieder geval het idee is, bij de live invader gebouw heb je zo'n hek. En als je daar tegenaan gaat staan, dan vlieg je ineens fucking hoog de lucht in. En... Oh shit, nee! Dat was ook niet helemaal zoals gepland. Ik weet niet hoe ik bunny op moet doen. Je moest gewoon mijn bunny op tegenaan doen. Ik wist wel dat het op San Andreas kan. Volgens mij moet dat hier ook. Ik weet het alleen niet zeker, want ik heb die glitch zelf nooit gedaan.
Maar, oh shit. Oké, okay, daar word ik vermoord door mijn eigen fiets. Dat is ook niet echt de bedoeling. Ah, jezus, hoe doe je een bunny hop op een fiets? Weet je wel, we gaan even kijken op start. Weet dat ik dacht doodgereden hoor in tussentijd. Settings. Controle settings. Ja. En nou, horn. Kan ik zien welke fiets? Of een fiets? Welke besturing voor een fiets is? Denk het niet. Misschien pijltjes. Nee. Ook niet. Hoe de fuck werkt dit? Hoe doe je een fucking bunny hop? Weet je wat? Ik ga eventjes kijken. Ik spreek jullie zo meteen wel. Anders sta ik hier echt 10 minuten niks te doen. Dus tot zo meteen. Hey jongens, ik ben er weer. En ik heb net even gekeken. En het bleek dat het R1 was op de PlayStation 3. En ik heb echt elke knop geprobeerd. Blijkbaar dus niet R1. Dus dat is best wel noob. In ieder geval, je moet dus naar het Live Invader gebouw toe gaan. Dat is hier. En dan zie je dit hekje. En dan moet je bunny op doen. Dat doe je dus met R1. En oh wacht, ik moet er wel tegenaan rijden. Je moet tegenaan rijden dan, en dan die R1 inhouden. En dan moet je zo loslaten. Dan zou de lucht in vliegen. En ik weet niet of het gepatcht is. Misschien is het gepatcht, misschien niet. Dus, werd dat die kerel daar gewoon tegenaan rijdt en dan alles verpest. Als hij het doet, hè, dan schiet ik echt met een shotgun in zijn hoofd. Ah, hij doet me niks. Oké, nee, niet het hele ding. Ja, je moet er tegenaan rijden. Het maakt niet uit, maar als je die bunny op wilt doen, dan kun je niet meer fietsen. Dus, je moet echt eerst tegenaan rijden. Nee, oké, nou is oorlog. Wat zei jij? Oh, ik heb een pistooltje. Ik dacht dat ik een shotgun had. Best wel baas, oké. Waarom moet hij nou net die ding kapot maken? Weet je wel, ik rijd er even achteraan. Ah! Dat was een waarschuwingsschot, hè. Als je dan geen keer terugkomt, hè, dan schiet ik hem dood. Neem ik wel even dat ding overnieuw spant. Gaan we het nog een keertje proberen, want ik weet dat het mogelijk was. Ik weet alleen niet dat het in de tussentijd gepatcht is. En oh. Aan de kant, hè. Ik doe niks. Ik fietste niet eens meer. En hij stond allemaal raar te doen. Ah, die kasbaas had een bounty blijkbaar. Ja, maar die had ik al graag gekild. In ieder geval, die had een bounty, maar hij is geliefd. Beetje jammer. Het ding is nog steeds niet overnieuw gespawnd. Even dikke tricks doen. Woehoe! Zie die skills? We moeten eigenlijk echt een keertje freestyle BMX of zo ergens. Dat is echt gewoon baas. Ik weet alleen, mijn god, niet waar dat allemaal kan. Je moet echt van die daken hebben waar je allemaal overheen kan springen en doen. Maar even kijken. Misschien is het nou mogelijk. Misschien is het een hekje er nou. En het kan zijn dat het gepatcht is. Maar ik denk eigenlijk van niet. Want ik weet niet of jullie GTA 4 hebben. Maar in GTA 4 was er een schommelglitch. Oh, what the fuck. Was een schommelglitch. Nee, ik deed niks. Hij vloog ineens van tevoren. Moet ik weer weg. In ieder geval, als je dan tegen een schommel aanreed met de auto. Dan kon je ineens wegvliegen. Of in ieder geval, niet de schommel, maar je auto dus. Hè. En dit is eigenlijk een beetje hetzelfde principe. Alleen hier heb je iets wat ook kapot kan. Die schommel kon gewoon niet kapot. Dus maakt niet uit hoe hard je tegenaan reed. En dit ding gaat gewoon gelijk kapot als je het aanraakt. Dus dat is wel een beetje balen. En gelijk weer een nieuwe. Wel handig dat het zo snel gerepareerd wordt, man. Dat is wel top. Oh, what the fuck, heel het beeld soms stil. Ja, hé, ik ga niet de lucht in. Ik ga alleen naar achteren. Het ding staat ook een beetje schuin. Of ligt aan mij? Wow, ik denk dat ik gewoon noob ben. Het zal waarschijnlijk niet gepatcht zijn, maar ik ben waarschijnlijk gewoon te noob. Dus ik moet jullie eigenlijk echt proberen te laten zien. Dus ik blijf proberen. Nee, ik wil de lucht in. Eén keer de lucht in, maar één keer. What the heck? Ik rijd er doorheen. Juist. Oh. Ik moet volgens mij echt... Wacht, weet je wat? Oh, wat? Hey, kasbaas is weer terug. Van baas. Je moet er even gewoon tegenaan rijden. Maar niet te hard. Dus hopelijk werkt het nou. Nee, dat was dat. Dat bedoel ik dus. Het maakt niet uit of je een klein stukje kapot is. Nee, waarom ga ik de hele tijd achteruit? Oké, okay, weet je wat? Ik zal eerst even laten zien wat het precies op de map is. Dus dan weet je het ook weer. Het is dus hier ook. Daar de map. Kan niet missen. Eigenlijk aan de andere kant. Precies aan de andere kant van waar ik mijn ding neer heb gezet. Mijn marker. Ik wil dit één keer. Ik wil dat het één keer lukt. Eén keertje maar. Weet je wat, jongens? We gaan gewoon weg. Ah, nee. Ik wou zeggen, ik ga die bounty killen. Maar het is net die bounty geclaimd door iemand anders. Dit moet gewoon werken. Waarom werkt het niet? Ik had nooit verwacht dat het zo moeilijk was. Ik ben nou echt nog een keertje gekild door mijn fiets. Echt, wauw. Wat? Ik ben gekild door mijn fiets? What the heck? Oké, weet je wat jongens, ik probeer het niet meer. Ik zal sowieso aan het einde van deze video nog even laten zien dat het gelukt is, want ik weet zeker dat het lukt. Alleen, ik ben gewoon vermoord door mijn fiets. What the heck is dit? What the fuck? In ieder geval, even kijken. Ik kon nog één keer een drive-by doen op mijn fiets. Dat lijkt me fucking baas.
En dan, dan laat ik die bij. Dan ga ik straks nog even proberen. En dan zal ik sowieso een video plakken als het gelukt is. We gaan eventjes een drive-by doen bij iemand. Ik weet nog niet bij wie. Waarschijnlijk gewoon iemand die in de buurt is. Er is hier iemand in de buurt. Dus, woehoe. Mopkei, zie die skills, alles. Leuk. Oké, hebben we een Uzi? We hebben een Uzi. Dat hoort erbij, hè. Drive-bys moeten met een Uzi. Dat is gewoon the way to go. Oké, hij zit hier rechts. Hopelijk zit hij niet. Hij zit in zijn huis te campen. Damn it. Zo jammer. Zo jammer dit. Oké. Ik ga echt nog een keertje proberen een politieachtervolging met mijn fiets overleven. Ook al lukt dat niet. Nou, het is net wel gelukt met ons met 1 ster. Maar ik bedoel echt gewoon met 4 sterren of zo. Dat is gewoon een imposter, bro. Maar, oké. Zullen we die... Nee, die is te ver. Ik wil zeggen, die kast killen. Maar die is veel te ver weg. Er zit er eentje bij zijn koffertje. Wat is het ook alweer? Ik weet mijn god niet wat het is. Dus we gaan proberen die kerel te killen. Misschien heeft hij ook nog geld. En het gaat om ons om het geld. Dus we hebben geld nodig. Waarom loopt hij zo vaak vast, man? Oh, crap! What the heck? Oké, dit is een comfortabele positie. Nou, ik geef mijn fiets maar weer terug. Ik weet niet of die fietsen echt kapot kunnen. Lijkt mij wel. Ja, wel als je hem opblaast. Maar ik bedoel gewoon met fietsen. Ik weet nooit geprobeerd. Laat me in de komst achter. En nee. Die gozer rijdt weg. Oh, shit. Oh, als ik hier... Nee! Als ik hier overheen spring, net baas. Maar waarom rijden die mensen nou van mij weg? Het is niet zo dat ik... Dat ik er echt uitzie als een moordenaar op mijn fietsje. Maar wauw, er is niemand in de buurt, man. Echt, ik moet veel te ver fietsen. Ik ga gewoon proberen die kerel nog te kunnen killen. En ik moet ook een keer een masker halen nog, volgens mij. Voor mijn poppetje. Volgens mij als je dan overval doet, dan kun je... Of dan word je niet herkend of zo. I guess. Ik weet niet, nooit geprobeerd. En wauw, er is gewoon iemand geliefd. Ja, laat maar. Weet je wat? Ik ga nu eventjes een masker kopen. En dan is het mooi geweest. Want iedereen liefd. En dan moet ik veel te veel fietsen. En dat duurt gewoon veel te lang. En dat is fucking boring. Zie die skills. Mop. Wauw. Ik weet nog wel. Dat fietsen in GTA San Andreas. Dat ging sneller dan auto's. In ieder geval als je vol fietste. Hé. Hey, en dat was die auto van die gozer volgens mij. In ieder geval. Even kijken of er leuke maskers. Ah. Er zijn. Een leuk maskertje. Wat is dat voor tekens op de minimap, man? Moet ik die auto opblazen of zo? Zodat ik even... We gaan eerst even kijken. What the fuck is daar? Ik heb nog nooit echt die multiplayer dingen gedaan en oké, nou dan moet ik iets gaan doen. What the fuck is... Oh, dit is kampvuur. Ja, ik ga niet naar dat ding toe, dan start ik weer een missie, daar heb ik geen zin in. Misschien leuk voor de volgende keer. Laat in de comments achter of ik meer van die missies moet gaan doen. Want ik heb die shit nog nooit gedaan. Dus aan de ene kant best wel leuk, want ik herken ze niet. Maar aan de andere kant misschien fucking boring, want jullie kennen ze misschien wel. In ieder geval, ik ga eens een leuk ding kopen, kijken wat ze in huis hebben. Ik wil geen head. Zie je mij al met een head? Wat denk je? Headphones. That's stupid. Nee. Helmet. Dat is op zich best wel log. Een logte helm. Best wel vet. Oh jongen, dat ding is duur. What the fuck? 12.000? Crossmotor helm. Dat is wel vet. Ik had het eentje gezien die ik ook al vet vond. En dat was... Deze. Die vind ik al vet. Die koop ik gewoon. Eigenlijk wil ik hem niet opdoen. Dat hoeft ook niet. Bandana. Nee, dat ziet er wel fucking stupid uit. Ik denk, die doet hij om zijn mond. Cowboy, nee. Ik heb hier eigenlijk nooit gekeken. Serieus, ik heb nog nooit gekeken naar al deze dingen. The fuck, er zit wel heel veel crap tussen. Een petje, heel leuk. Het kan op zich wel leuk zijn, een petje. Nou, nah. We doen hem dan achterstevoren. Nee, dat is fucking stom. Ook niet. Wauw. Weet je wel, we gaan even maskers kijken. Want die patch heb ik al gezien. En iedereen lieft. Ik zweer het dat er iets aan de hand is met die service van Rockstar. En... wauw, dit is fucking bruut. Dat is fucking bloed. Ik wou zeggen bruut. Alleen ik zag bloed staan, kijk maar. Maar wat is dat ding nou? Blood. Ik zag net echt blood. Kijk naar hier. Black bloody hockey. Of deze. Dat is vet voor zijn oven. Hockeymaskers vind ik echt bruut. Die andere dingen vind ik allemaal super lelijk. Dus we houden bij mijn hockeymasker. Ik wil eigenlijk of zo'n wit of die ene van net. Ja, we doen deze gewoon niet zo sick. In ieder geval, dat kost verdomme veel geld. Maar ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter. En ik ben benieuwd of je dit ook heeft opgeslagen in ieder geval. Want dat weet ik dus ook nog niet. Maar in ieder geval, tot de volgende keer. Like als jullie meer willen zien. Abonneer, bla 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 bla. Heel die onzin. Ik weet het allemaal niet. En zie die skills. Nee, ik dacht dat ik erop bleef staan. Nog één keer proberen. Nee. Ah, jammer. In ieder geval, tot de volgende keer. En abonneer voor meer. En houdoe.